We zijn hier bij Marinus. Dag Marinus. Dag Henk. Marinus, wat mij opviel was de enorme hoeveelheid gebouwen. Een prachtige werkplaats. Heb je dat altijd al zo gehad? Of? Andere hobby's. Ja, altijd met auto's bezig geweest. Amerikanen en Jaguars. Het is veel leuker. Het blijft er veel meer plezier aan. Dus de brug is eruit gegaan. En er is van alles anders in de plaats gekomen. Jij krijgt hier nogal wat jongens over de vloer, hè? Ja. Vooral de big board boys. Dat is het laatste jaar is dat al de hobby geworden, hè? Ja. Bij de meesten. Ja. En hoe ontvang je die? Ja, het is meestal even de mensen wat geruststellen met een bakje koffie. Want dat is meestal wel nodig. Om wat geruststelling op de plaats te krijgen waar die moet zijn. En goed, na een half uurtje dan moet het dan toch maar gebeuren. En dat is op de bank dan? Daar gaan ze de bank op. Dan gaan we wat testwerk doen en wat overleg. En dan kijken wat de stappen zijn om van A naar B te komen. Ja, dat van A naar B, hè? Hoe gaat dat meestal? Ja, kijk, het ligt er een beetje aan. Komen mensen hier om te tunen? Komen ze hier om een fijne afstelling te doen? Je krijgt hier ook mensen die zelf behoorlijk kunnen tunen. Die zetten een ding in elkaar en die dingen die doen het meestal wel aardig. Dan is het de kwestie van de puntjes op die zetten. Ontstekingwerk, de juiste uitlaten bekiezen, waarna er een uitlaat gemaakt gaat worden. Dat soort dingen, dat heeft natuurlijk op zich ook wel wat met het tunewerk te maken, maar het is toch min of meer wel het eindstadium. Ontstekentje inbouwen, afstellen. Wat is de grootste fout die de meesten maken? Denken dat ze er verstand van hebben. Ja, dat is een hele vervelende. Dat is een boute uitspraak. Ja, een boute uitspraak. Nou, er lopen ook aardig wat mensen rond die wel weten waar ze de mosterd moeten halen. En die zitten ook wel in de krijtelsien, die hoor je wat minder. Heel veel mensen die de stappen naar 15, 16 pk zijn op dit moment vrij makkelijk te zetten. Stappen naar 20 of 20 plus, dat wordt wat moeilijker. Daar heeft iedereen de laatste jaren wel een oplossing voor gevonden. Want als je het niet meer weet, zet je er gewoon een dikke cilinder op. Is een oplossing. Maar het is een publiek geheim dat ik niet zelf ben ik niet zo van de big boards. Ik vind het allemaal heel leuk. En hoe het werktuig bouwkundig in elkaar geknutseld wordt, vind ik ook allemaal heel leuk. Maar of dat nou echt iets met heel fijn tunewerk te maken heeft, voor de allerbeste wel. Maar voor de meeste is het een dikke cilinder erop zetten. En we hebben meer vermogen. Het juiste spoeiertje erin en rijden. Dat brengt ons gelijk bij de borstrace. Daar staan nogal wat jongens op de streep die jij onder handen hebt genomen. Hoe ga je daarmee om? Nou, ten eerste ga ik er vertrouwelijk mee om. Dat betekent, je krijgt wel eens een belletje van gods. Iemand weet van een ander dat hij op de bank is geweest. Ja, belt hier naartoe, hengelen. De afspraak is gewoon dat er van niemand vermogens of andere gegevens op straat komen te leggen. Het antwoord van mij is altijd, god, als je wat wil weten en die persoon wil het kwijt, bel hem even op, hier heb je telefoonnummer. Nou, ik hoor ook nogal veel. Wat denk jij wat de snelheid gaat worden? Ik denk dat die snelheid ver boven de 170 km per uur gaat liggen. Dat is nogal een uitspraak, Marius. Ja, dat denk ik, ja. En jij kan het weten. Nou, ik denk dat er twee zijn die, twee of drie zijn die in ieder geval 165 plus gaan rijden. En als de omstandigheden redelijk zijn, windstil of een klein zuchtje in de rug, dan is 170 plus heel goed te doen. Gewetensvraag, naar welke provincie gaat hij? Nou,
dat dachten we vorig jaar ook van tevoren te weten. Of het afgelopen seizoen. En ja, toen wisten we ook allemaal wat hij naartoe ging. Ik heb voor één persoon gewaarschuwd. En die persoon die heeft hem wel gewonnen. En die is toch in het andere deel van het land terechtgekomen waar we het graag hadden willen zien. En, nou ja, ik denk dat er genoeg over gesproken is. Dat de oorzaak ook wel bekend is. In principe ga ik ervan uit dat hij in Brabant terecht gaat komen. Oké. Maar, nou ja, goed. Dit verhaal gekopieerd naar het verhaal van het afgelopen seizoen. Ja, moet je daar wel heel voorzichtig mee zijn. Dat denk ik ook, ja. Dus ja. Het zou, laat ik het zo zeggen, de omstandigheden zijn ervoor geschapen. Dat het in principe makkelijk zou moeten kunnen. Waar denk jij waar het ophoudt? Waar stopt het? Ik denk dat het bij de meeste mensen op gaat houden in de portemonnee. Als je met een big boar flink vooraan wil rijden. Ik krijg hier ook regelmatig mensen over de vloer. Die willen eraan beginnen. En ja, die hebben... Wel de klok horen luiden, die weten niet waar de klepel hangt. Hebben zelf niet genoeg kennis om zoiets zelf te begeleiden. Zijn helemaal afhankelijk van derden. Is in principe helemaal niets mis mee. Maar ja, dan ga je gewoon die mensen eens rustig uitleggen wat dat voor financiële consequenties heeft. Beetje nou, bedragen. En dan blijft het, nou ja, kijk, een motorblokje kost gauw €3.500-4.000. En dan, als je dat tegen iemand zegt die zich niet verdiept heeft in wat onderdelen kosten, ja, dan vallen ze meestal wel stil. Maar denk alleen maar aan een nieuwe versnellingsbak. Waar heel veel mee gereden wordt, zijn de jagerbakken. Prima spul. Maar goed, €1.400 komt eerst. Dan moet er nog wat gevreesd worden aan blok om kickstarter-tandwiel erin te krijgen. Zo hobbel je verder. Nou, dan heb je het alleen maar over een handje met tandwielen. En dan heb je het nog ineens over het blok. Dan heb je het niet over uren als je dat zelf niet kunt. En zeker in de absolute top zijn er maar een paar mensen die het kunnen. Ja, dan komen bedragen van €3.500 die komen direct in beeld. En dan heb je nog geen rijwielgedeelte klaargemaakt. Geen voorvork aangepast. Geen achterbrug verstevigd. Geen goede schokbrekertjes erop. Ja, met deze snelheden is dat allemaal wel nodig. En een krijtler. Kijk, de meesten hebben dat geld uitgegeven voetje voor voetje door de jaren heen. Als je iemand binnenkrijgt met een krijtler die in één keer op dat niveau gebouwd moet worden, dan kan je een nieuwe motorfiets verkopen. Een spiksplint, een nieuwe motorfiets. Dus ja, hoe gek ben je? Dat is de vraag. Is dit voor mos? Wat? Nou ja, een klein publiek geheim geworden. Peter Polo die laat een krijtler bouwen. Die heb jij gebouwd? Ja. Je probeert je best te doen. Dat is aardig hoor. Daar horen ook details bij natuurlijk. Ja. En het moet hard lopen. Heel hard lopen. Het moet heel hard lopen. Ja, alleen er is het laatste jaar natuurlijk heel veel gebeurd. Waarmee je een jaar geleden dacht dat je... Nederland zou verrassen. Ja, die vlag die hangt in de ene jaar is die vlag daar heel anders bij komen te hangen. Ja, er zijn allemaal nog grotere cilinders gaan rijden. Allemaal watergekoeld. Degene die nu echt voor het echt hier gaan. Deze is natuurlijk ook watergekoeld, alleen deze is slechts 60cc. Toch gaat deze wel meedoen. Die heeft ook een hele goede kans. Ja, er wordt over 90cc gesproken, 100cc daar wordt al over gesproken. Het is niet mijn ding. Ik vind 60cc vind ik wel het maximum. Het liefste rij ik zelf 50. Maar goed, als je vroeger heel ondeugend was, dan rij je ook 60. Wel met wat meer risico natuurlijk, dan word je het hobbeltje kwijt. Maar 60 is voor mij wel de limit. Althans wat bouwen voor mezelf betreft. Maar hij is wel op
tijd klaar voor de borstrace. Ja. Hier gaat volgende week benzine in. En dan gaat hij zijn eerste klap. Marinus, die staan hier al bij de bank, zeg maar. Ja. Wat is nou het nut van zo'n bank? Nou, ik zal eerst zeggen wat het niet brengt. Je gaat er niet beter van tunen. Het is wel makkelijker om stappen te zetten. De laatste stukjes in een tuningstraject zijn vaak zoektochten naar de laatste druppels vermogen die ergens uitgehaald kunnen worden. En dan is meten is weten natuurlijk. Een paar tiende pk ga je op de weg, ga je die paar tiende pk's die ga je niet voelen. Ik kan ze wel meten. En dan weet je in ieder geval elke keer bij die kleine stapjes dat je toch in de juiste richting zit. Daar moet je wel een hele nauwkeurige bank voor hebben. Dit is een hele nauwkeurige bank, een Dynastar. Nieuwste software. Mensen die zijn hier ook een dag geweest om die bank te eiken. Luchtdrukcorrectie erop. Je kan in principe alles meten. Toch blijft het zo, bijvoorbeeld het afstellen van een carburatie. Daar kun je wel vermogen in vinden op een testbank. En dat vind je dan ook regelmatig. Maar het hele fijn afstellen van een carburateur die als beste naar boven is gekomen, vind ik nog steeds, dat doe je op de weg. De motor wordt op de weg toch op een andere manier belast. Ik kan het hier allemaal wel simuleren, want ik heb hier een wervelstroommotor naast zitten. Dus in het rechtse gedeelte, daar kan ik net zoveel tegenwind of net zoveel berg op mee creëren dan een krijt dan nog eens uit de eerste versnelling komt. Maar ik kan dus alles simuleren. Onmisbaar dus? Ja. Geen bank? Geen tuning? Jawel. Je kunt best wat van de bank doen natuurlijk. Maar we zitten met een aantal jongens in de kruidwasschine in een fase dat het wringen is voor de laatste stukjes vermogen. Ja, en dat is meten, is wel weten natuurlijk. Nou Henk, als je het niet erg vindt, dan ga ik weer aan het werk. Want dit zijn dure knaken voor de boys. Dus bedankt voor je interview, tot ziens. Marinus, ook bedankt.